We zijn hier aan het fietsen en ja, bij deze toren geëindigd. En daar kwam net een hele grappige autootje langs met zo'n toeter. Maar ja, dit is de vlog. Het is avond en doedeledoe. Boven. Nou, uitzicht is hier wel heel erg mooi. Ja. Dit zou ik echt zelf eens moeten bouwen in Minecraft. Tijdens onze fietstocht passeerden we ook het Duits lijntje. Deze oude spoorlijn liep van Boksel naar Wezel in Noord-Rijn-Westfalen. Het lijntje werd aangelegd door de Noord-Brabantse Duitse spoorwegmaatschappij en na veel pijn en moeite op financieel en organisatorisch vlak geopend in 1878. Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verdween al het internationale verkeer en kwam NWDS in zwaar weer. SS nam het Duits lijntje in 1919 over. In de Tweede Wereldoorlog speelde het een belangrijke rol bij het transport van de Duitsers, omdat zij de brug over de Maas in handen kregen. Tijdens en na de bevrijding werd de spoorlijn ook nog intensief gebruikt, maar in de loop der tijd werden er steeds meer stukken gesloten en werden er zelfs stukken spoor afgebroken. Zondagmiddag samen ben Nicky erop uitgegaan. Nog even een rondje maken. Mama. De volwassen kevers van het Elzehaantje kunnen in korte tijd grote ronde gaten eten. In de winter overwinteren ze in afgevallen bladeren onder de boom. Schrijvertjes zijn de enige kevers die snel kunnen zwemmen op het water en ook kunnen vliegen. Ze komen in groepen voor en zwemmen in boogjes. Wandelen is nooit saai. Overal is weer iets te zien. Zijn het ezels in de wei? Of een geitje dat klem lijkt te zitten? Maar zich uiteindelijk toch weet te redden. Nee, hij is eruit. Hey, beep, beep, you're a sheep. We hebben hem, een tijgerspin, ook wel wespspin genoemd. Eigenlijk komt hij oorspronkelijk niet van hier, maar door het warmer wordende klimaat
zie je mij steeds meer hier in Nederland. Er was hier nog een poel. Daarachter was een poel waar je altijd kon kijken voor kikkers. Tegenwoordig is het verboden toegang en misschien maar beter ook. Het is alweer halverwege september. En toch valt er nog genoeg te beleven in de tuin. Zo vinden we deze helmkruidwesp, althans de larve ervan, ook wel een schijnrups genoemd. Hij onderscheidt zich van de rupsen doordat hij aan elk segmentje van zijn lichaam een pootje heeft. En rupsen hebben ook stukjes zonder pootjes ertussen. De bruine sprinkhaan is volop vertegenwoordigd in de tuin en is duidelijk van verre al te horen. En deze soort, die heb ik dit jaar voor het eerst ontdekt, de kleine helmkruidhaan, familie van het goudhaantje. Nu de dagen nog warm zijn, vind je ook de vlinders nog. Vooral atlantas en dagpauwogen, die zich in deze tijd van het jaar verzamelen en overal zoveel mogelijk voedsel tot zich nemen om zich op te maken voor de najaarstrek. Op het hoogtepunt zag ik er wel 11 tegelijk op het kleine vlinderstruikje zitten wat bij ons in de tuin stond. S'avonds gingen we weer op naar Schijndel om onze Nicky weg te brengen naar het zwembad. Met Tom maakte ik een rondje in de omgeving. Hey, wij zijn hier nu aan het wandelen. Het is gewoon best een kort wandelringetje, want Nicky is op zwemmen. Mooi.
Dat is mooi. Het is echt zo'n sprookjesbos daarachter. Wauw, we zien dat water ook allemaal. Ja, ik voel zo gaan, zou ik erin kunnen. En hier lopen we dan achter de voetbalvelden door. Ja, een beetje een groot sportveld. Proberen weg te slaan en dan heb je een home run en dan kun je zo rondjes rennen. Dus, hoe gaat dat? Dan moet je daar, sta je dan iemand in het midden, die gooit een bal naar deze kant. Heb ik nou even. En dan moet je proberen, staat iemand achter met zijn grote hand, zodat je hem kan vangen. En dan moet je proberen hem zo, oh dat is honkbal. Ah. Moet je proberen zo weg te slaan. En als je hem heel ver genoeg hebt, kun je misschien van home run maken. Dus dan draait je een heel rondje loopt, dan heb je extra punten. En met deze uitleg van Tom zijn we weer aan het einde gekomen van deze vlog. Bedankt weer voor het kijken. Graag tot de volgende keer.